En ben je bang voor dat ze kritische vragen gaan stellen of denken ze dat ze jou allemaal leuk vinden als vlogger? Ik denk dat ze me ook wel leuk vinden, maar ik ben ook wel een beetje bang dat ze kritische vragen gaan stellen. Ja, dat denk ik wel. Wat ben je aan het doen, Rob? Ik maak een Mojo-reportage, dus filmen met je telefoon. Oh! Hi! Hi! Fijn dat je er bent. Kelly van der Sander, ook heel erg leuk. Vlogger, want je hebt je avontuurvlog bij je. Ja, we zullen even introduceren. Goed, wordt gelijk gevlogd. Van Open Rotterdam. Klopt. Ja, dat is de lokale omroep in Rotterdam. Zullen we kijken naar jou in 30 seconden? Ja. Start. Hoi, hallo, hoi, hoi. Ik ben Kelly, ik ben 27 jaar en ik woon in Rotterdam. Ik werk als designer, daarnaast maak ik video's voor Open Rotterdam. Waar mijn doelgroep heel erg op zit, is denk ik nog steeds wel een beetje Facebook, Instagram denk ik, Snapchat heel veel. Ja. Ja, nou ja, ik vond het heel spannend, maar ik zat eigenlijk te wachten op die laatste stelling, maar ze hebben er maar 3 gedaan van de 4. Nerveus? Nee, dat was hartstikke leuk. Oeh, een beetje. Nu wel een beetje, jij niet? Ja. Nou, ik nu nog niet. Ik ben gewoon nu heel blij. Maar ik denk dat als de categorie komt, is dat wel spannend, hè? Die allemaal 4 vinger opsteken als je genomineerd bent voor deze award. Zie daar de vingers die vooraan. Daar gaan 2 omhoog, daar nog. Spannend, hè? Ja. We gaan kijken. De lokale omroep award presentatietalent. De genomineerden in deze categorie zijn Open Rotterdam, Laurence van Ham. Eindelijk weer lekker weer. En wat is er nou leuker dan toerist spelen in je eigen stad? Wij van Open Rotterdam maken een selectie van de leukste activiteiten in Rotterdam. Open Rotterdam, Samantha Coleridge. Welkom bij 010 Nu. Rotterdamse studenten maken leer van een appel en een peer. Eerste Surinaamse snelwegrestaurant langs de A13. En Espresso Date in Middelland wordt vanwege succes gedwongen te verhuizen. De swingmarkt in winkelcentrum Keizerswaard. De naam zet je letterlijk op het verkeerde been. De jury heeft ervoor gekozen om 2 winnaars te kiezen in deze categorie. De winnaars van de lokale Omroep Award presentatietalent zijn Rob Jansen van GoFM. Laat gewoon de dames hoor, heel netjes. Gefeliciteerd! Ja, en gefeliciteerd. Als je mensen gaat interviewen, huppel je door beeld. Je bent open, je bent altijd echt geïnteresseerd in wat er gebeurt. En we waren ontzettend van jou gecharmeerd. We hadden eigenlijk gewoon nog wel even naar je door willen. Ja, nee, ja, maar je mag ze nu in ontvangst nemen, want je hebt die prijs gekregen. Waar wil jij over 5 jaar zijn? Hier in Hilversum en in New York. Gefeliciteerd. Jij volgend jaar? Ja, volgend jaar. Volgend jaar. En volgend jaar willen we ook omroep van het jaar, geloof me. Vanmiddag was het programma toch wel zo, Dana, dat je denkt, god, jongens, dat doen wij allemaal. Wij doen dat, wij doen dat. Voorop. En dat willen we. Nou, gezien wat er vandaag is gezegd over de toekomst van de lokale omroep, doet Open Rotterdam wat de toekomst eigenlijk zou gaan worden. Dus ja. Hey. En wat is er naar beneden, schat? Leuk zo'n groepsfoto, hè?
Ja, de groepsfoto. Oh, ja. Ja, kom erbij, selfie. Ja, we doen het even. Veel spotten. Als we wachten, die Osman, hè. Marlo, ik denk niet dat jij erop past, toch? Woe! Woe!